Ja, en wij zijn terug met onze laatste gast. En dat is Venanti Sororejo. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Venanti is een kandidaat van de HVB in Wanica. En een nummer 5 op de lijst. Ze heeft als slogan, laat me even spieken. Een gezonde natie is stimulatie van burgerparticipatie. En we willen weten wat Venanti daarmee bedoelt. Venanti Sororejo, goed uitgesproken? Ja, dat klopt. Ja? Yes. Waarom zo'n slogan? Omdat dit eigenlijk samenvalt met een van mijn hartverlangens. Mm-hmm. Daarom. Mm-hmm. Maar als we praten over over de slogan, wat wilt u daarmee bereiken? Nou, dan gaan we even kijken naar het stukje een gezonde natie. Mm-hmm. Daarmee bedoel ik meer een gezonde mentaliteit als in een positieve mindset. Okay. Omdat alles tot stand komt met een positieve mindset. Okay. En dan heb ik het over een positieve mindset omtrent je perceptie over het reilen en stelen van je land en alles daaromheen. Mm-hmm. En dan gaan we kijken nu naar stimulatie van burgerparticipatie. Burgerparticipatie is in zoveel mogelijk de burgers, de samenleving bij betrekken in de verschillende ontwikkelingsactiviteiten en andere. Alleen zodat ze een mm-hmm. andere kijk hebben op zaken. Oké. Oké, en dan gaan we. En dan het hele slogan is dus: een gezonde natie is stimulatie van burgerparticipatie. Ja. Een voorbeeld: COVID-19. Ja. Als de burgers geen positieve mindset erover had, als ze dachten dat het niet zouden werken, de COVID-19 maatregelen, zouden we zeker, althans nu wat ik gemerkt heb, zeker 99% van de bevolking houdt zich eraan. En ik zeg 99% omdat we hebben wel een paar video's gezien op Facebook waar velen niet eraan hebben gehouden. Ja. Maar dat is slechts wat. Je zag groepen van 15, laat zeggen in totaal in het hele land, om en bij 100 mensen misschien. Maar laten we het nemen op 500. 500 is maar 500, gedeelde 560.000ste maal 100% is om en bij 0,089%. Laat zeggen 1% van de bevolking die in feite niet gehouden hebben aan de regels, ja. Maar de rest wel. Ja. Dat komt omdat ze geloof hebben of geloof hadden dat de maatregelen wel werken. Ja. En zie maar, we zitten nu met maar 10 besmette gevallen, als ik het goed heb. Ja. En waarvan 6 al genezen zijn, toch? Klopt dat? Ja. En dat komt allemaal doordat wij allemaal hebben meegewerkt hieraan. Ja. Doordat wij allemaal geloof hebben dat het gaat werken. Ja. Dus zo, en de burgerparticipatie is hierdoor tot stand gekomen. Zo zie je dat wanneer je zoveel mogelijk de burgers bij betrekt in alles, dat je goede resultaten kan boeken. Ja. En dit kan allemaal leiden tot een welvarend land op den duur. Ja. Dus, u pleit ervoor dat de burgerparticipatie heel belangrijk is voor de ontwikkeling van het land? Ja, heel. Dat is. Waarom heeft Venanti besloten om zeg maar, de politiek in te gaan? Ik was al bezig met heel wat sociale projecten, met mijn sociale organisaties. Maar daar kan je kan kleine brandjes blussen daarmee. Okay. Mm-hmm. Je kan niet, maar via politiek kan je die grotere impact maken. Ja. Omdat je de gelegenheid kreeg, de middelen enzovoorts. Want wat ik toen deed was meer met burgerparticipatie, mm-hmm. waarbij je dus donaties hier en daar vraag, mm-hmm. maar dat krijg je niet altijd. Mm-hmm. En je wilt eigenlijk ook een duurzame verandering brengen. Ja. En dat kan je alleen wanneer je het van bovenuit doet. Ja. Door bijvoorbeeld die wetten bijvoorbeeld aan te passen of mogelijkheden te creëren waar mensen naartoe kunnen gaan voor duurzame hulp. Ja. Dat is dus eigenlijk een van de redenen, zodat je dan via de politiek het volk beter kan dienen. Ja. U geeft aan dat u voorheen bezig was met
sociale projecten. Mm-hmm. Volgens mij, ik heb een video van u langs zien gaan op Facebook, waar u bezig bent met een bepaald project. Hoe heet dat project ook alweer? Hulp voor buren, ja. Kan je ons vertellen over dat project? Hulp voor buren is geïnitieerd door de jongeren van de HVB. Mm-hmm. Het gaat meer om door COVID-19 natuurlijk. En we weten dat onze seniorenburgers... Oh ja, dat krijgen we nu in beeld. Ja, we mm-hmm. weten dus dat onze seniorenburgers en de hulpbehoevenden de risicogroepen zijn binnen COVID-19. We willen dus de samenleving een handje bijdragen door de seniorenburgers en de hulpbehoevenden zoveel mogelijk te beschermen. Mm-hmm. Zodat ze kunnen dus thuis blijven. Mm-hmm. En wanneer ze bijvoorbeeld naar de dokter moeten gaan, hun medicijnen moeten ophalen, boodschappen moeten doen. En al dat soort van zaken, dat ze niet uit huis hoeven te gaan. En bijvoorbeeld in een apotheek staan, waar er ook andere zieke mensen zijn waarschijnlijk. Zodat ze met u moeten bellen? Ja, dan bellen ze ons. Uh-huh. En dan doen wij de boodschappen voor hun helemaal gratis. Okay. Totdat COVID-19 helemaal voorbij is. Ja, en hoe heeft dat tot nu toe gewerkt? Goed. En we krijgen heel wat calls binnen. Zeker elke week, zeker misschien 15 tot 20 gevallen mm-hmm. waar ze om hulp vragen. Anderen die bijvoorbeeld, ze zijn er heel blij mee omdat ze dan geen taxi meer hoeven te betalen. Mm-hmm. Of sommigen hebben geen hulp met hun kinderen mm-hmm. enzovoort. Dus dan bellen ze ons. Ja, waar opereren jullie? Waar zijn jullie bezig? We zijn bezig in Wanica, in Kommerwijnen en in Paramaribo. Oké. En hoe lang zal dit programma, of althans dit project, duren? Dus zolang COVID-19 er is, willen we dan de mensen daarmee helpen. Mm-hmm. Ze krijgen ook van ons zo'n flyer. Al de participanten, althans de vrijwilligers die meehelpen hieraan, hebben een COVID-19 preventietraining gevolgd van Dr. Del Prado zelf en Stichting De Mantel, waarbij we ook hebben geleerd hoe je om moet gaan met ouderen, omdat ouderen een ander groep is. Ja. Maar om te gaan naar, als we gaan richting afronden, Fenty, u heeft aangegeven dat de HVB een project heeft geïnitieerd om de senioren burgers te helpen, om de kwetsbare groepen, als we praten over COVID-19. Mm-hmm. Er zijn mensen die nu kijken en luisteren, als er mensen zijn die zeggen, luister, ik ben hulpbehoevend, ik heb een nummer nodig, hoe kan men u bereiken, op welk nummer kan men u bereiken? Is er een bepaalde lijn via Facebook of zo? Ja, er is een telefoonnummer waarop men kan bellen, maar ook WhatsAppen. Dat is 766-2055. Niet zo snel, niet zo snel. Dus 766-2055. Men kan daarop bellen of WhatsAppen en hun probleem aankaarten of hun hulp die ze nodig hebben, hun recept misschien, hun dochters recept sturen. En wij schieten dat allemaal voor natuurlijk met de bonnen en dan kan je pas daarna terugbetalen. Enzovoorts. Ja, dat is Fenty Sudoregio, die voornamelijk heeft gesproken over een van de projecten waarmee de HVB bezig is in het kader van COVID-19. Mevrouw Fenty, hartelijk bedankt en heel veel succes toegewenst. Dank u wel, u ook voor uw tijd. Ja. Beste kijkers, wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Maman Tintaki. Wij moeten onze collega controleren, dat is Henk Donk, omdat zijn moeder is heen gegaan. Namens de directiestaf en personeel van de STVS wensen we Henk Donk, familie en vrienden heel veel sterkte toe.